It's raining Wumpa fruit. Halleluja. En we zijn terug. Deel 2. 3. 3, 5. Maar cool, ik rijd over het hout en dan voel je hem zo trillen. Ja, dat is top, hè. Is dat HD Rumble? Nee, maar oké, dit spel is gemaakt door Naughty Dog. En ik vind het echt grappig dat je dan van die ontwikkelaars hebt, zoals Crystal Dynamics en Naughty Dog en ik denk Insomniac ook wel een beetje, die dan dit soort spellen maakt voor de PlayStation 1. En dan nu maken ze Uncharted, Tomb Raider, allemaal van die vet gritty games. Is dat het Uncharted muziekje? Ja. Oh! Heb jij Uncharted gespeeld? Nooit. Dat zijn van die games, kijk. Weet je wat Uncharted is? Ik heb het wel eens gespeeld, maar nooit uit of zo. Maar het zijn gewoon die games die niet, in mijn ogen niet echt games zijn. Nee, het zijn een beetje interactieve films. Ja. En dan met af te schieten erin. Cool, dan heb je zo'n, wat ik altijd bijstaat, wat ik wel eens gezien heb. Maar het is wel moeilijk hoor. Dat je dan zo'n scène hebt dat je Nathan Drake aan een neergestort... Een vliegtuig. Nee, die ook, maar je hebt ook dat hij aan een afgrond aan een trein hangt of zo. Ja, dat is die. Het ziet er heel indrukwekkend uit, het is heel mooi. Dat is deel 2. Maar je hoeft alleen maar omhoog in te drukken. Ja. En dan doet eigenlijk niks. En echt alleen ledjes die een beetje anders gekleurd zijn dan ons van. Ja, dan moet je springen. Dat heeft die Tomb Raider nieuwe games ook. Het is wel leuk, het is wel cool en indrukwekkend, het ziet er mooi uit. Maar ja, wat doe je nou eigenlijk? Je houdt naar voren ingedrukt op een controller. Het is niet spannend. Nee. Het voelt niet spannend. Het doet alsof het spannend is. Het scenario is spannend, maar de game, je bent niet echt in gevaar. Doei. Behalve als je niet op tijd op een knopje drukt. Maar ja, dat is niet moeilijk. Dat is niet erin. Ja. En dat komt wel heel erg soort van elitair over. Zo, het is geen echte game. Maar dat betekent niet dat het slecht is of zo. Maar dat ik het gewoon minder leuk vind. Misschien is het wel leuk om Uncharted 1 te spelen in het Nederlands. Ja. Op Gamebreak. Jij oude schurk. Wat is het? En dan al die personage. Ik zei dat, ze geloofden me niet dat het in het Nederlands werd. Deel 1? Ja. Pak hem eens. Waar is die? Daar. Dat kunnen mensen in Drake Fortune. En het staat op de achterkant. Misschien. Omdat hij ook in Nederland zit. Een cocktail passionnant d'exploration, d'action et l'aventure. Het staat er niet op. Maar ik geloof je. Nou ja, ik ging dus op een gegeven moment Beyond Good and Evil spelen, de GameCube. Oh! En die heeft ook gewoon Nederlandse stemmen. Oh? Toen dacht ik echt, wat is dit? Heeft hij dat ook dan? Met de Xbox? Ja, het staat er niet op volgens mij. Meestal is dat een verkooppunt, weet je wel. Normaal staat het altijd van teksten en schermen in het Engels, weet je wel. En dan nu, ja, nu Nederlands. Ja, maar het ergens kon het ook niet... Oh, dit is geen Nederlandse versie. Oh. Fuck. Fuck my life. Ja, dat is niet eerlijk, je werd afgeleid door Beyond Good and Evil. Die moet ik een keer doen. Ja, misschien. Ja. Maar Uncharted lijkt me ook wel. Kijk, ja, ik wil dat doen hoor trouwens. Ik wil niet spelen. Ik wil het zeker spelen. Ik heb Uncharted 1 en 2 uitgespeeld. Cool, hè? Ja. Cool ben ik, hè? Maar het is zo grappig. Als je die Uncharted games naast elkaar ziet, dan zie je hoe in deel 1 het dan best wel plastic uitziet. Zo hoofd. Ja. En dan in deel 3 is hij echt In deel 2 zit er trouwens wel echt hele moeilijke stukjes in, hoor. Ja? Ja. Als in... Zit er van die schietstukjes in? Waar je naar links ingedrukt moet houden? Nee, de schietstukjes die maken dat altijd moeilijk. En in deel 2 heb ik ook wel eens iemand met een shotgun of zo. En dat is dan blijkbaar een eindbaas en die kan ineens veel meer kogels krijgen. Dat is ook zoiets raars, weet je wel. Echt zo'n videogame ding. Ja. Maar... ik had ook echt zo'n, je mocht hem niet raken. Dus, weet je, ineens zijn er dan regels die niet meer werken. Van, je hebt heel duidelijk met elke vijand van, dit mag wel en dit mag niet. En met deze was ineens, dat was ineens allemaal veranderd. Oh ja. En dat vind ik zo kut altijd. Van, het wordt heel artificieel, wordt hij moeilijker gemaakt. Van, dat artificiële drama ontdekking. Uncharted, hè? Zou je dat beschrijven als een game die dan het verhaal boven de gameplay zet? Ja. Niet op een negatieve manier, maar gewoon van de ervaring is belangrijker dan dat het echt uitdagend is en een game. Het is meer van, dit is gewoon heel cool en tof om te spelen. Ja. Dus het is het tegenovergestelde van wat John Carmack zei over Dude. Ja, je bent gewoon iemand en schiet. Nee, maar van, het verhaal is als porno. Dat is verhaal als porno. Het is porno. Nee, maar ik vind het... je moet het... Eén van de twee doen. Je moet het of het verhaal heel belangrijk maken en ook echt heel veel moeite stoppen in het verhaal. Zoals in Bioshock of in Uncharted of zo. Van oké, daar draait het echt om. Mm-hmm. Of totaal niet. En
echt volledig voor de game gaan, zoals in Dark Souls. Weet je, er is een verhaal, maar het boeit totaal niet. Het hele verhaal boeit niet. Je kan ook zonder. Het is alleen maar een beetje om de wereld interessanter te maken. Ja. En heel veel van die games zitten daar een beetje tussenin. Zo van, het verhaal is er wel, maar toch weer niet. We hebben al van coole voice actors ingehuurd, maar het verhaal is eigenlijk totaal niet boeiend. Het duurde mo, weet je, als ik een Call of Duty van, oh, we hebben mocap en Kevin Spacey. Kevin Spacey. En dan, wow, en dan, oh, het verhaal is helemaal niet interessant. En dan denk ik van, ja, waarom doe je er zoveel moeite? Ja. Ja, hij zegt, hij doet alleen maar een beetje drama, artificiële drama-opwekking. Dat is trouwens best wel een cool woord. Dat is een woord dat ik bedacht heb. Moet je patenteren. Ja, artificiële drama-opwekking. TM. Maar wanneer is iets TM en wanneer is iets C? Trademark. Een trademark is iets anders. Ja, dat is een goeie. De Trademark Federation. Hey, je hebt thuis eerst geworden. Ja, kan best. Oh! Helemaal niet kring eens opletten. Oh, ik ben eerst geworden. Ja, dat lag het denk ik wel aan het karakter. Ik ben tweede, dus dat goed. Nou, nog eentje dan. Goed, en dan stoppen we. Ja. Dat is wel mooi geweest. Take on me. Take on me. Take me. Oké. Talking away! Oké, maar weet je wat het is trouwens? Met de jaren 80 muziek. Als ik had geleefd in die tijd, had ik die muziek waarschijnlijk heel erg kut gevonden. Yeah. Maar omdat ik dat niet heb meegemaakt, vind ik dat nu best wel leuke muziek. Ik kan er gewoon naar luisteren, naar die slechte 80's. Die Casio drums, weet je? Die hele slechte Ik heb dat laatst tijd met Duran Duran. Dat hoort er ook bij. Dus. Ja, maar dat is vet, man. Het is zo typisch, zeg maar, zo verouderd, dat het goed is. Ik heb dat met mini-muziek ook. Ik vind dat zo vet. Zeker. Ik heb daarvoor ook helemaal een Roland Sound Canvas 55 gekocht. Voor veel te veel geld. Maar goed. Maar dan kan je wel op de echte, authentieke manier Doom spelen. Niet gewoon de authentieke manier is toch op een Windows 95 of zo. Ja. Of op DOS. Ja, maar nou ja, in ieder geval het geluid is dan authentiek. Heb je, heb je Brutal Doom gespeeld? Ja, dat hebben we samen gespeeld. Fuck. Maar Brutal Doom, dat is een mod voor ons kijkertjes. Brutal Doom, dat is een mod voor de originele Doom. En dat werkt echt gewoon van... Maar je voegt allemaal moderne dingen toe als een beetje... Ja, eigenlijk, maar voordat de nieuwste Doom uitkwam, hè? Daar hebben ze toen allemaal in gebruikt. Van dat, weet je wel, van die... Oh, ik ga de verkeerde kant op. Holy shit! Jongen, wat doe je? Oké. Er is wel eens één ding waar ik echt niet tegen kan. Is dat heel veel mensen, gamers in vooral, die zijn altijd heel erg... Zoals wij. Vinden dat dat zoveel verdienen. Ja, zoals ik. Dat ze heel veel verdienen. Dat ze heel erg heel veel dingen... van ik verdien dit. Wat? Zo van, oh ja, ik moet een nieuwe Metroid game. Want ik wil gewoon eens aan moeten maken. Ik van, ja, oké, ik wil ook een nieuwe Metroid game. Hoe kom je hierbij? Weet ik niet, omdat ik dat heel veel comments lees. Dan zijn er van die mensen en die... Ik verdien het. Kijk, ik leg het uit. Er zijn van die mensen en die klagen dan van, Nintendo brengt weer een Mario game uit. Jezus, kunnen ze niet iets nieuws verzinnen? Weer een Zelda. En dan, oké, fair enough. En dan komen ze met iets nieuws zoals ARMS. Ja. Box game. Nou, dat is toch nieuw? Dat is totaal anders. En dat is dan weer... Waarom maken ze niet gewoon een nieuwe Metroid? En ik, ja, hou gewoon je bek. Ja, of, waarom... Wat wil je nou? ARMS, waarom is dit niet gewoon, je weet wel, dat ene spel. Punch-Out. Punch-Out. Maar jij wil toch iets nieuws? Ja. Je hebt iets nieuws. Dan is het Punch-Out Switch. En dan gaan mensen weer zeiken van, dit is helemaal niet zoals Punch-Out, dit is totaal anders. Ja. Wat wil je? Ja. Het zijn meestal... Oké, het zijn waarschijnlijk andere mensen die dat zeggen. Wat wil je? Het zijn niet dezelfde mensen, maar alsnog. Ja. Wil je iets nieuws? Heel veel mensen willen... Zeggen ze van... Ja, waarom kunnen ze dit deel gewoon niet zoals die oude delen maken? En dat doen heel veel bedrijven dat. Gewoon exact dezelfde game nog een keer. Ja. Dit is gewoon hetzelfde. Dit is kut. En ik van... Het is nooit goed. Ik ben serieus altijd heel blij als ze het anders maken. Ja. Ik vind dat echt leuk. Bijvoorbeeld... ik vind ARMS letterlijk best wel cool eruit. Nee, maar ook een sequel. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld Star Fox Adventures of zo. Oh ja. Oké, dat is misschien geen goed voorbeeld. Een ander voorbeeld. Star Wars Temperatures. Noem eens een voorbeeld van een sequel dat ineens heel anders was. Zelda 2. Als het van genre van Zelda ja. 2. Kijk, dat is heel anders. Ja. Maar als ze het goed doen, vind ik het niet erg.
Zo van, als de gameplay totaal verandert. Maar ze maken het goed, zoals Fallout 3. Mm-hmm. Zo, dat is heel anders dan Fallout 1 en 2. Ja, ja, ja. Maar, oké, ik vind Fallout 3 niet zo goed. Maar als ze het dan anders maken en ook nog eens gewoon goed doen, dan denk ik, boeien. Ik speel liever een goede game, omdat het iets per se hetzelfde moet blijven, omdat het deel van een serie is. Snap je? Ja. Ik snap het. Helemaal. En mensen zijn altijd heel erg zo van, het moet allemaal hetzelfde blijven. Ja. En denk van, nou ja, ik vind het leuk als het anders dan dingen doet. Ik vind de artstyle van Arms wel cool. Alles met springveren, alles is rond en zo. En ja, wel leuk. Ja, alles is gewoon rond en springt. Springt. Vet. Het is toch wel, ja, het voelt toch weer een beetje oud. Echt Nintendo. Ja, maar mensen vergeten dat Nintendo heel veel altijd nieuwe dingen bedenkt. Ja. Maar dat niemand daarom geeft. Dus daarom doen ze er niks meer mee. Ja, Sunshine is ook totaal anders. Nee, maar ik bedoel ook echt nieuwe IP's en zo. Ja. Zoals Chibi Robo of zo. Of ja. Doshin the Giant. Ja. Dat is allemaal, of New Arms of Splatoon en zo. Dat is allemaal nieuw. Maar dan, nou, ik vind het een beetje Nickelodeon. Pikmin. Dit is veel te kleurrijk. En ik, ja. Splatoon, Pikmin. Ja, Pikmin doet nog wel dingen mee. Nou, Pikmin is wel vet. Sorry, ik klink echt heel erg kut voor mij in deze videoreeks. Ik ben heel erg een soort van, niet heel erg zitten klagen. Maar daar ben ik ook. Ja, maar je hebt ook mensen die zeggen van, ja, maar Nintendo was nooit om de goede graphics. Dan denk ik, bullshit, bullshit. Echt wel. Fuck jullie. Zie Nintendo 64, ja. Super Nintendo. Zit in de fucking naam. En Super Nintendo was juist bedoeld om betere spellen te maken. Die tenminste de mooier uitzien vergeleken met de Genesis. En de GameCube is ook veel sterker dan de PlayStation 2. Maar ja, deze niks. Dat is niks. Nee, aan. De fucking mini-DVD. Wat the fuck is dit? Die Nintendo heeft altijd goede ideeën, maar dan daaromheen heel veel slechte ideeën, wat het minder goed maakt. Jammer. Als GameCube gewoon ook DVD's had gebruikt. De GameCube, als dat inderdaad gewoon een DVD'tje zat. Ik denk dat het dan nog de PS2 had overtroffen, maar dat had wel populairder kunnen zijn. Omdat je gewoon, doordat ze die mini-DVD hebben gedaan, verloren ze heel veel third-party developers. Ja. Waardoor ze gewoon, ja. En ook Nintendo 64, ze verloren gewoon Square. Ja, stom, en Konami en Capcom, al die gingen allemaal naar die andere dingen toe. Hoe vet zou het zijn om Final Fantasy 7 of zo op een 64 het werd eerst ontwikkeld voor de 64. Ja. Maar toen stapten ze over, omdat er geen plek was voor FMV's op een of zouden ze hadden misschien vanaf het begin dat disk drive misschien moeten doen. Maar dan nog altijd. Maar Nintendo was toen heel erg arrogant. En ze zeiden van, oh, we hebben het niet nodig, we regelen het zelf wel. Ja, snelheid. Ja, en ook, je hebt zo'n introductiedemonstratie van de 64, waar ze echt, dat gaat alleen maar om van, kijk hoe goed wij textures laten zien. En kijk hoe goed wij anti-aliasing. Als in, smeren gewoon vaseline over. Ja, oké, maar het was wel hardwarematig, weet je. Allemaal nieuw. Allemaal best krachtig systeem. Alleen ja. Het medium van de spellen, dat was. Ze maakten domme keuzes eromheen, waardoor het niet zo succesvol was. Hetzelfde geldt voor de Wii, hebben ze dan weer meestelijk gedaan. Wat leuke levels dit eigenlijk. Ja, ik vind dit een heel tof level. Dat stukje dat je zuiger in hoor, maar niet uit, ik kijk er niet in. Beter inzuigen dan er aanzuigen. Je wordt hier een vreemd spel gespeeld, Kelvin. Hier wordt een vreemd spel gespeeld. Zo, Huub van de Lullen. Godverdomme, ik vreemd spel. Is dit de Rainbow Road van... Hier wordt een vreemd spel gespeeld. Zal ik nu eventjes Jan Wolkers nadoen? Die Crash Team Racing speelt. Ja. Jan Wolkers. Niet Niels Holgersson. Ik ben... Ik ben als een demente opa. Ja. Of is het Jan Wolkers een moment al? Ja, Jan Wolkers is dood, hè. Mooie. Wat? Mooie. Mooi dat hij dood is? Ja. Nou. Is je een neuke? Wat? Oh ja, Turks fruit gezien. Ja. Is je Turks fruit, hè. Mooie. Is een mooi verhaal, hè. Nacht te wijven. Tepels als kuilbouten. Wat? Mooie. Maar dat is echt waar de 80% van de Nederlandse literatuur en films over gaat. Over seks. Wat is dit de raarste? Uit de raarste spel, hè? Wat of de... Je moet de hele tijd doen. X drukken.
met die controller. En ik moet de hele tijd ingedrukt houden. Oké, ik kon vroeger zijn stem veel beter aan. Dat is knap. Toen was je jonger. Hoe deed ik dat ook weer? Ik had een trucje ervoor. Oh ja, dat was hem. Ik zeg maar, oké, ik weet niet hoe die gast klinkt. Nee? Ik kan me niet voorhalen. Heb je nooit de achtertuin van Jan Wolkers gezien? Ja, maar dat is echt jaren geleden. Dat was echt zo. Kijk, is een spuugbeest. Hey, opletten. Is een spuugbeest. Hey, dit is trouwens wel de Rainbow Road van dit spel. It's called a rainbow road. It's the road where you go. It's a road, it's called a rainbow road. And you get there, you get there. It's the road, it's called a rainbow road. It's the road where you go when you die. When you die, oké. Okay. It's the road called Rainbow Road. It's the road we gotta go. Oh ja, it got Peach Mario in the toad. Dat vind ik een mooi stukje. Let's go. Het is allemaal greenscreen. Hè? Weet je wat ik echt mis? Rainbow Road. In games. Kindje. Tegenwoordig dingen vrij spelen. Vrij spelen. Weet je, tegenwoordig geven ze van alle characters en zo, geven ze al meteen. Ja, want mensen die willen geen moeite meer doen. Nou ja, het is wel echt kut bij zo'n spel als dit, of Smash Bros. Of zo. Dat je dan iemand anders zijn huis gaat en zo van... Oh wow, we gaan even spelen. En dan heb je je memory card niet mee en dan heb je geen personages. Niet zo goed gedaan, hè? Oh jee. Hoppa. Lekker. Altijd naar de chick eerst, hè? Kijk. Wow, ik heb een paraplu en niet meer. Oh, mijn hoofd is raar. Mooie polygonen. Hey. De Crash is echt zo... Grappig. Maar ook gewoon zo, wat een slechte verliezers. Ze zijn in de top 3. Ja. Daar hoor je blij mee te zijn. En dan gaan ze nog zo van, oh, ik ben niet eerste. Ja. Goed, dat was Crash Team Racing, jongens. Dat was leuk. Crash Team Asshole. Nou, het niveau daalt met een seconde, dus we gaan er vandoor. Maar even serieus. Wij willen weten wat jullie willen zien op Game Break. Jullie willen zien. Ja, dus laat het weten in de reactie graag. Wat voor spel we moeten spelen, want dat vinden we leuk. Ja, reageer dus gewoon. Ja. Geef gewoon een domme aan. Yeah, oh, shit.